concertgebouw van de Don Jon in het Valkhofpark in Nijmegen lijkt van de baan. Reden daarvoor zijn de strenge archeologische eisen die de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed stelt aan het graven in het park. Die zorgen voor zeer hoge onderzoekskosten waar de stichting die zich hard maakt voor de herbouw geen rekening mee heeft gehouden. Aanvankelijk werd gedacht dat de bouwput voor de Don Jon nauwelijks archeologisch onderzoek zou vergen. Maar gemeentelijke archeologen hebben intussen vastgesteld dat de oude originele grond ooit is teruggestort. De stichting wil nu met een publieksopgraving de extra kosten gaan dekken. Bezoekers kunnen dan tegen betaling helpen met graven en uitleg krijgen over de vondsten. Maar ook die oplossing lijkt geen reële optie.